Yo mensen, Rassik hier en welkom bij weer een nieuw gameplay hier op mijn kanaal Rassik Gamer. Vandaag voor jullie een best wel speciale gameplay op de achtergrond. Wat is een keertje geen gameplay van mezelf. De gameplay is namelijk van Rody. En Rody heeft natuurlijk ook gewoon zijn eigen YouTube kanaal. De link staat gewoon in de beschrijving. Dus mocht je nou zijn YouTube kanaal willen uitchecken, dan kan je er gewoon even op klikken. En dan kan je ook nog abonneren als je dat zelf zou willen. Maar verder, de gameplay op de achtergrond is natuurlijk wel gewoon een nuclear. Want een gameplay is geen gameplay zonder dat er een nuclear in zit, vind ik zelf. Zij haalt een nuclear met zijn AN94 silencer. En het is best wel een iets mindere speler dan mijzelf, maar ik zal het ook weer geen slechte speler noemen. Het is gewoon een normale speler van Call of Duty. Hij is niet super goed, maar hij is ook niet super slecht. Gewoon een normale speler. En je kan hier dus een keertje naar een nuclear kijken die niet door mij is gehaald, maar wel gewoon door een iets slechtere speler, maar die toch iets heel slims doet. Want hij speelt natuurlijk gewoon in de party, zoals je kan zien. Hij speelt met allemaal vrienden van hem en waarschijnlijk nog een paar randoms erbij ook. Maar in ieder geval zit hij gewoon niet in zijn eentje en dat moet je gewoon hebben bij Call of Duty. Hij gebruikt gewoon de AN94, super overpowered ding, moet je ook gewoon gaan gebruiken als je voor de nuclear haalt. En verder speelt hij heel erg slim. Natuurlijk speelt hij Domination 6 tegen 6 op de map Carrier. En hij blijft gewoon een beetje uit de spans. En hij blijft gewoon de hele tijd spanstrap. Hij zit de hele tijd een beetje rondom de aanvlag te lopen. En hij pakt daar gewoon alle enemies af. Hij killt iedereen. Hij pakt de aanvlag nu ook eventjes snel om gewoon weer die extra 200 punten te krijgen. Hij weet dat de enemies niet meer spannen omdat hij een Blackbird in de lucht heeft hangen. En hij is gewoon super slim bezig. Je hoeft niet altijd een super goede, super normale speler te zijn om nucleairs te halen. Als je gewoon slim speelt, je speelt met de goede wapens, je speelt met een goede party en je speelt met een goede scorestreak, dan is het gewoon makkelijk om zo'n nuclear te halen. Je moet natuurlijk wel gewoon een goede aim hebben. Dus je moet natuurlijk wel gewoon, als je een enemy ziet lopen, wel raak kunnen schieten. Want anders kan je natuurlijk geen nuclear halen. Want dan loop je rond, kom je enemy tegen die misschien even goed is als jou. En dan sta je tegenover elkaar en dan zitten ze alle twee in de lucht te schieten. Dus dat gaat natuurlijk niet werken. Maar verder, als je dus een iets mindere speler bent, kan je toch wel gewoon makkelijk nucleairs halen. Als je het gewoon op de juiste manier doet. En als je de hele tijd geconcentreerd blijft letten op je minimap, geconcentreerd blijft letten op het spel en natuurlijk ook gewoon nog de omgeving kan scannen waar lopen de enemies als je geen Blackbird in de lucht hebt hangen. Maar hij heeft hier het geluk dat hij gewoon bijna het hele potje de Blackbird in de lucht hebt kunnen hangen. En dat komt natuurlijk omdat hij een paar vlaggetjes pakt. Hij heeft natuurlijk ook nog zijn scorestreaks aanstaan. Stealth Chopper en de Escort Drone die ook nog eens super veel kills maken. En dat is dus gewoon een lekkere gameplay om naar te kijken. En dan kunnen jullie waarschijnlijk ook weer iets van geleren. Dus daarom upload ik hem voor jullie. Maar dat is niet de enige reden waarom ik hem upload. Want ik ben vandaag overgestapt op het One Channel van YouTube zelf. En ik kreeg zo'n warning e-mail van als je niet overstapt voor de 29e van mei, dan krijg je automatisch het One Channel design, maar dan krijg je niet bepaalde futures erbij. Dus dan krijg je niet bepaalde soort van dingen die je in kan stellen met het One Channel erbij. Dus ik dacht, ik vraag gewoon even aan Rody of hij misschien een background voor me kan gaan designen. En hij zei van, ja, ik ken nog wel een designer voor je. En dat was gewoon een maat van hem die ook in zijn clan zit. En binnen ongeveer 2 uurtjes of zo had ik deze background opgestuurd gekregen. En ik vind hem super epic eruit zien. Natuurlijk gewoon een plaatje van Black Ops 2 op de achtergrond. Mijn naampje erbij, mijn logootje nog erbij. En ik heb mezelf ook een klein beetje aangepast, want ik weet ook best wel veel af van Photoshop, maar ik vind het nooit zo leuk om zo'n background te designen. En ik weet dat er super veel mensen het echt heel erg leuk vinden om zo'n background te designen. En Richard was er dus ook één persoon van. En daarom dus ook deze gameplay voor jullie. Maar ik wil hem gewoon uploaden voor jullie, dat jullie ook een keer in iets andere nuclear kunnen gaan zien. Want heel veel mensen zeggen van, ja Jan, je geeft altijd tip voor mensen die eigenlijk al best wel goed zijn. Je laat nuclear zien die eigenlijk ook gewoon snel gaan, waarbij je de hele tijd rust. Maar sommige spelers, die spelen misschien iets langzamer. Dus daarom deze nuclear echt gewoon voor jullie en voor de iets slechtere spelers die misschien deze filmpjes kijken. Want dit is echt gewoon een nuclear waar je iets van kan gaan leren. Je ziet het hier, hij kijkt de hele tijd naar zijn minimap. Hij weet de hele tijd waar de enemies spannen en hij loopt er gewoon achterna. En hij kijkt echt gewoon de hele tijd ook naar zijn omgeving toe. Nu ze Blackbird eventjes voorbij. Hij heeft net zijn Blackbird gescand, dus hij weet nu precies nog waar de enemies lopen. En gelukkig heeft hij ook nog gewoon een UAV in de lucht. Sowieso is het wel onmogelijk om een nuclear te halen als je geen UAV of geen orbital visit in de lucht hebt hangen. Want dan weet je eigenlijk niet waar de enemies kunnen gaan spannen, maar dan moet je gewoon weer naar je teammates kijken, wat ik gisteren had gezegd in het compleetje. Maar verder nog eventjes iets snel over het One Channel, want natuurlijk is nu mijn hele kanaal veranderd. Je kan nu niet meer zo makkelijk mijn video's zoeken en alles. Maar ik moest zelf gewoon overstappen van YouTube, dus daarom ook deze One Channel. Maar mocht je nou niet weten hoe alles werkt of zo, ga het gewoon een keertje checken. Natuurlijk hadden heel veel andere YouTubers ook gewoon al het One Channel toegepast op hun kanaal. Maar het is nog steeds best wel irritant als jij degene bent die alleen maar naar mij kijkt, of als je misschien naar commentators kijkt die ook nog niet het One Channel hebben. Werk er alvast een beetje mega alvast een beetje verkennen hoe het nou allemaal werkt. Want de 29e van mei, dan heeft gewoon iedereen het One Channel op zijn kanaal staan. En dan moet je dus ook gewoon eraan gewend zijn. Want anders zit je daar op YouTube en dan ga je naar een kanaal toe en denk je van,
What the fuck is dit? Waar zit ik nou weer? Hoe kan ik naar een video toe? Hoe moet dit? Dus check het even allemaal uit. Hij heeft de nuclear hero binnen met een lucky knife die hij ongeveer 10 seconden had gehaald. En mocht je nou meer van dit soort nucleairs willen zien, dus nucleairs van andere mensen, misschien wel van jou, dan laat het dan eventjes weten in de comments. En laat natuurlijk eventjes weten door middel van een duimpje omhoog, want de gameplay zit er hier alweer op. Hij heeft de nuclear gehaald en hij had volgens mij een 32 gunstreak in totaal. Zijn eindscore zoals je kan zien is 47-1 is nog ook gewoon een chille score om te halen. En jongens, mocht je dit compleet nou leuk hebben gevonden, geef dan alsjeblieft een duimpje omhoog. Als we weer de 800 duimpjes mogen kunnen halen, ben ik weer ontzettend blij. En ik zie jullie gewoon met een ander filmpje, jongens. Bye bye.